stond ik in de lagere school en tevens schoolhoofd, de twee samen. Hè. En dan bij de kinderen, daar was ik dan ja, s'nachts bij. Hè. Dus in het kinderthuis. En s'nachts verbleef ik daar dan in de afdeling waar de kinderen sliepen en waar de kleintjes sliepen. En s'morgens was ik daarbij en s'avonds bij een studie en zo. Ja. En tijdens de vakantie, die 2 maanden vakantie, dat was altijd bij de kinderen zijn. Ja, die waren er alleen altijd afgelost om te eten en dan voor ze moest je weer naar de kinderen gaan. Hè. Er waren ook geen jongere zusters meer. Hè. 1 zuster in de keuken. Ja. Maar die was 4, 5 jaar ouder dan ik. En dan had je de plaatselijke overste, was 14 jaar ouder dan ik. Die was eigenlijk vrijgesteld, die deed geen kleuterklas meer. Hè. Die had zich speciaal teruggetrokken. Ja, omdat we zoveel kleinkindjes hadden. Hè. Heel veel kleintjes. In de school? Of in het kinderthuis. Zij was verantwoordelijk feitelijk van het kinderthuis. Hè. En ik stond in de klas. En zij is dan uit het onderwijs gestapt. Om helemaal eigenlijk. Om helemaal het kinderthuis. Ja, omdat we zoveel kleintjes hadden. Op een moment waren het er 300 jaar. 3 die zo over de grond kropen, zal ik zeggen, met dat kruippakje aan. Ja. Dat was toen pas opgekomen, denk ik. Hè. Waar ze zo'n overhalken, waar ze helemaal in zaten. Want daar heb ik nog foto's van genomen, dat ze door die gangen met hun 3 gelijk. Dat was mooi, hè. Ja. Ja, die heeft toen echt het onderwijs opgegeven om volledig bij de kleintjes te kunnen zijn. Hè. Papflesjes geven en ja, kijken, toezicht uitoefenen wat, hè. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Daar was 1 wees gebleven. He, dus was toen in mijn tijd, denk ik, 40, 50 jaar. En die zorgde voor de kleintjes. En dan waren het er 2 juffrouwen. En ik meen dat er 1 juffrouw door ons aangeworven was. En de andere was dan benoemd door de CEO. Ja. Maar je zegt dat er heel veel kinderen waren in het huis. Hoeveel kinderen waren er dan? Daar was achteraan in de 20. Tussen 20 en 30. Ik geloof dat het nooit meer geweest is. Ja. Maar heel in het begin, toen waren het er heel veel. Hè. 70, 80 misschien wel. Hè. In mijn tijd waren dat meestal verlaten kinderen. Ook geen echte weeskinderen. Hè. Waar iets aan de hand was met de ouders feitelijk. Ja. Werden die kinderen, kwamen die daar terecht via de ouders of via... Ik denk dat de OCMW zelf, die dat te horen kreeg, dat die kinderen misschien wat verwaarloosd waren. Of de vader of de moeder niet geschikt waren voor die kinderen op te voeden. Zo denk ik dat het gegaan is. Of er kwamen dan familieleden ook soms met die kinderen. Hè. Ja. Maar ze kwamen altijd eens kijken hè, hoe het eraan toe ging. Voordat ze beslisten om hun kinderen, inderdaad. En dat was zo de gewoonte. Hè. Het waren toch altijd gewone kinderen van de omtrek of wat verder zo. En die kwamen altijd kijken waar de kinderen sliepen en ze aten. Hè, de bedjes zien en die juffrouwen zien. Echt zo contact opnemen. En dan moest de overste, de zuster, zeggen. Ja, maar wij mogen u niet aan. Wij mogen de kindjes niet aannemen. Je moet die gaan aangeven. Op de commissie. Dat was zo. Hè. En dan gingen ze naar de commissie en dan een tijdje daarna, dan kregen we bericht wanneer de kindjes kwamen, de datum, en dan werden de bedjes opgemaakt. Die waren altijd klaar, want dat weet ik nog. De bedjes waren klaar en dan kwamen de kindjes binnen.